welkom bij deze nieuwe video. Ik ga weer een nieuw product uitproberen. Ik ga van Max & More van de Action een wenkbrauw tattoo proberen. Max & More is een make-up brand, beauty brand, die exclusief te koop is bij de Action. Dus alle Action make-up is meestal van Max & More of van Miki. Ik sta bij Max & More op hun PR, dus ik krijg altijd alle producten al binnen voordat ze vaak überhaupt nog in de winkel zijn. En ik kreeg van hun ook weer deze twee brow tattoos binnen. In de mail stond wel dat ze begin 2020 in de winkels zouden komen. Ik weet dus nog niet wanneer, maar het zou dus ergens in januari al zijn. Dus ik denk dat ze er, als deze video online komt, nog niet zijn, maar ze komen er in ieder geval snel, of misschien zijn ze er al wel, I don't know. En ik was dus super benieuwd naar deze brow tattoos. Ik heb al een keer zo'n video gemaakt. Toen had ik een brow tattoo van Revolution. Ik weet niet meer echt hoe dat toen ging. Volgens mij was het best oké. But I'm not sure. Dus ik ga vandaag deze proberen. Ik heb dus helemaal niks op mijn gezicht. Mijn wenkbrauwen alvies ook niet. Want ik ga dus dit product aanbrengen. En ik ben super benieuwd hoe het gaat zijn. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, dit zijn dan de Max & More Brow Tattoos. Ik heb ze in twee kleuren. Ik heb in een wat lichtere kleur medium brown en een donkere kleur dark brown. Qua wenkbrauwen ga ik altijd voor zwart, want mijn haar is zwart, mijn wenkbrauwen zijn zwart. Dus ik ga gewoon voor de kleur 228 dark brown. Ik denk dat die geschikt gaat zijn voor mij. Ik weet de prijs dus ook nog niet. Maar ja, het zal vast niet heel duur zijn. Want Max & More is gewoon heel betaalbaar voor de Action prijzen. Hier achterop staat de drie stappen die je moet doen. Stap 1 is: maak je wenkbrauwen eerst schoon. Dat heb ik al gedaan. Er zit helemaal niks op. En dan moet je de gel aanbrengen op je wenkbrauwen. Stap 2 is, je moet het 20 minuten laten. Oh, er staat wel op, je moet ze voor 20 minuten laten. Maar je kunt ze ook voor 2 uur erop laten. En dan heb je een meer long-lasting effect. Ik ga hem gewoon een half uurtje erop laten. En dan stap 3 is, remove de gel. Dan mag de gel er vanaf. Dan heb je naturally fuller eyebrows. Dus als het goed is, heb ik dan hele mooie, volle, donkere, fluffy wenkbrauwen. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. Het is een peel-off gel. Dus het is zo'n gel die dan hard wordt op je wenkbrauwen. En je kunt hem dan gewoon zo eraf trekken. Een beetje zoals de peel-off maskers die je op je gezicht aanbrengt en dan gewoon zo eraf haalt met je handen. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Je ziet ook hier een before en een after. Die after is heel heftig, maar ja, altijd bij dit soort before en afters weet je al van, hè. Het zal allemaal wel. Het is altijd een beetje gedramatiseerd. En er staat dat het tot 3 dagen op je wenkbrauwen kan blijven zitten. Ik denk dat als je dat dan echt wil, je hem echt 2 uur op je wenkbrauwen moet laten. Maar het is nou 2:30 en ik moet dan 4 uur weg. Dus. En ik moet nog hierna een andere video maken. Dus ja, ik heb daar voor vandaag even geen tijd voor. Maar goed, ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe mijn wenkbrauwen eruit gaan zien. Ik hoop een beetje mooi, want zoals ik al zei, ik moet over 2,5 uur weg. Dus ja, ik wil er wel een beetje normaal uitzien. Snap je wat ik bedoel? Ik ga de kleur die ik ga gebruiken, 228, even openmaken. Dit is hem dan, gewoon een kleine bruine tube. Er zit 6,5 gram in. Dat is ongeveer evenveel als in een concealer. Je hebt dus hier zo'n kwastje. En dan moet je het gewoon zo aanbrengen op je wenkbrauwen. Als je echt heel precies wilt zijn, je kunt dan ook zo een schuin afgesneden kwast gebruiken. En dan gewoon zo van de kwast afhalen en dan zo aanbrengen op je wenkbrauwen. En als jij daar geen zin in hebt en je hebt gewoon schijf en whatever, dan kun je gewoon zo gelijk aanbrengen op je wenkbrauwen. Dus ja, you can do whatever you want. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben ook vooral heel benieuwd naar de kleur. Ik hoop niet dat het een roodachtige bruin wordt, want dat is echt niet mooi. Maar dat is wel vaak wat er gebeurt. Ik wil toch altijd een beetje meer een assige kleur hebben. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. Maar vaak met zo bruin en zo, dan wordt het echt zo roodbruin. Ja, en dat is gewoon echt niet mooi. But we will see. Even kijken, wat ga ik dan doen? Ik denk dat ik het gewoon gelijk ga aanbrengen op mijn wenkbrauwen. En dan zien we wel wat er gebeurt. En dan misschien erna een beetje strak maken met een kwast of zo. Ik ga denk ik eerst even met een spoelie door mijn wenkbrauwharen heen. Om ze gewoon een beetje mooi uit elkaar te halen en mooi strak. Nou mensen, ik ga beginnen. Oh my god.
Nou, het valt me echt al gelijk op. De kwast is heel erg fijn. Je kunt het echt zo strak maken. Dat vind ik wel fijn. Want dan hoef je geen kwast meer te gebruiken. Dus ik kan het gewoon helemaal met deze kwast aanbrengen. Ik heb ook een keer zoiets gedaan, maar dan met baardverf. Dat is echt al wel 2 jaar terug of zo. De video staat nog online. En dat werkte zo goed. Die baardverf maakte mijn wenkbrauwen zo donker en het bleef ook gewoon lang en zo. Dus die hack is echt super geslaagd en echt heel goed. Dus ik hoop dat het met dit product ook zo gaat zijn. En dan gewoon lekker veel inkleuren. Ik breng altijd lekker veel aan, want hè. Het moet wel echt zwart zijn. Wat mij wel echt altijd opviel toen ik die andere gebruikte, was dat het op je haren beter blijft dan gewoon op je huid. Dus als je niet veel wenkbrauwenharen hebt, dan is het wel een beetje een struggle. Oh, oh, oh. Ik ben hier een beetje uitgeschoten. Pak dan heel snel een watte dingetje. En haal het gewoon zo weg. Maar dit moet je wel echt snel doen, want als het opdroogt, ben je te laat. Want dat weet ik nog allemaal van die andere video. Dus ik heb daar echt van geleerd. Wat ik ook deed in die andere video is dat ik hier in het begin minder aanbracht. Want ik wilde zo zeg maar die ombre effect doen. Want ik was bang dat wanneer ik hier veel aan zou brengen, dat het zo'n blokje werd. Maar dat is dus echt totaal niet. Tenminste, toen niet. Dus ik ga gewoon nou lekker veel aanbrengen. Want toen werd het wel mooi. Maar alleen hier in het begin was echt bijna niks. Nou, dit is het dan. Het klaarmouwen. Dit is de look. Ik ga nou gewoon dit een half uur oplaten. Even kijken. Het is nou 2:15-ish. Dus ik ga het gewoon tot 2:15 erop laten en dan eraf halen. En ik ben super benieuwd. Het is nou wel echt zwart. Het bracht wel echt zwart aan. Ik ben echt super, super impressed met dit kwastje. Oh mijn god, dit kwastje is zo extreem fijn. Hij maakt het gewoon zo gelijk recht. Ik hoefde helemaal geen kwast te gebruiken, niks. Dus dat vind ik wel echt oprecht fijn. Want ja, als je een kwast moet gebruiken, moet je hem weer schoonmaken. Dat is allemaal extra werk. Dus ja, ik ben echt heel impressed tot nu toe. En ik hoop dat het ook echt nut gaat hebben. Ik voel in principe niks. Het voelt een beetje koel aan of zo. Maar niks raars of zo. Het trekt niet of weet ik veel wat. Dus ja. Ik kom gewoon over een half uurtje weer terug. Oké, daar ben ik weer. We zijn een half uur verder. Het is nou, zoals je kunt zien, iets over 2:15. Mijn wenkbrauwen voelen hard aan. Dus ja, ik denk dat ik ze gewoon eraf kan gaan pielen. Ik weet toevallig ook nog van de andere keer dat het handiger is met een spoelie. Dus ja, dat ga ik doen. En dan gewoon zo eraf halen. De kleur lijkt goed. Oh, wauw. Oh my god. Oké, ik ben echt blij. De kleur is ook mooi. Even alles er goed uithalen. Oh mensen, zien we dit? Nou mensen, dit had gewoon echt nut. De kleur is ook echt perfect. Het is helemaal niet zo warm bruin. Het is echt gewoon een beetje assig zwart of zo. Oh wauw. Oké, ik ben zo blij dat het goed is gelukt. Ik vind het echt ideaal. Ik weet alleen alvast niet hoe lang het erop gaat blijven. Ik zal beneden in de beschrijving plaatsen hoe lang het is gebleven. Ik denk sowieso dat mocht ik dit nog een keer gaan doen, wat ik eigenlijk wel gewoon van plan ben, is dat ik het dan gewoon echt 2 uur erop ga laten. Nou was het 1/2 uur, is ook prima. Maar ik denk dat als je het echt 2 uur of meer erop laat, dan is het echt perfect, I think. Dus ja, oh mijn god, maar ik zie nou al super veel verschil. Die is iets beter gelukt dan die. Die is iets donkerder, maar deze wenkbrauw is gewoon met altijd alles gewoon beter dan die. Oh my god, ik ben echt impressed. Iets meer close-up. Oh mijn god, er is vuurwerk. Mensen, het is vannacht nieuwjaar. Dus je kunt af en toe wat knallen horen. Maar kijk hoe goed het is gelukt. Kijk, hier heb ik dus niet veel haargroei. En daar heeft hij ook gewoon echt gepakt. Wel minder dan op de haren, wat ik al had verwacht en ook al had verteld. Maar je ziet toch dat hier toch wel een beetje zwart is geworden. Of ja, bruin-zwart, whatever. Ja, ik ben echt impressed. Oh mijn god. Ik raad het echt zeker aan. Dit is echt mooi. Nou mensen, ik ben echt super blij met mijn wenkbrauw. Oh mijn god, ik ga me nou verder niet meer opmaken ofzo. Want ik moet nou een andere video gaan maken waarin ik mij wel moet opmaken. Dus dit is het gewoon voor vandaag. Maar ja, ik vind het echt heel mooi. Het is echt gewoon alsof ik mijn wenkbrauw al heb gedaan ofzo.
I love it. Ik raad dit product zeker aan. De prijs is sowieso ook laag. Dus ja, I like it. En ik heb dus de kleur 228 was het volgens mij. Er staat verder niks echt hierop. Alleen echt op de verpakking. En je hebt hem ook dus in een lichtere kleur. Maar als je donkere haar hebt, ik zou echt gewoon gaan voor deze kleur. En als je echt blond bent, dan zou ik pas gaan voor de andere kleur. I like it. Dit is dus zeker een dikke duim voor mij. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!